Aluspray, de ideale spuitlijm voor het verlijmen van aluminium en harde kunststofplaten. Ik heb er nog een stukje gepoederlakt aluminium gevonden. Het eerste wat we moeten doen is zorgen dat alle poederlak volledig is afgeschuurd, want er zijn verschillende zaken die je kan zorgen dat we geen goede verlijming gaan hebben. Gelukkig heb ik net alles mooi afgeschuurd, dus kunnen we verder doen met onze voorbereiding. Eens alles mooi is opgeschuurd, moet natuurlijk ook nog gaan ontvetten, dat we zeker zijn dat al het stof en het vet er volledig af is. We doen het met een trek- of duwbeweging, geen draaiende beweging, zodat we zeker zijn dat we niet ons mooi ontvet terug in het vel gaan duwen. Eens dat alles mooi ontvet is, kunnen we eigenlijk verder doen met onze verlijming. Zoals je ziet, komt er altijd vuil af, dus het is goed voor altijd eens te ontvetten. De aluspray is ook een webspray, dus we gaan ook altijd 50% gaan overlappen en zorgen dat we mooi alles hebben. Zoals je ziet, een mooie webspray, daar we gaan zorgen dat we straks een mooie hechting krijgen. We laten deze 5 tot 10 minuten rusten, dat alles ontdampt is en dan kunnen we verder doen met onze verlijming. Mijn stukken zijn voldoende afgedampt na het in te lijmen met onze aluspray. Ze voelen alle twee mooi droog aan, dus we kunnen ze gaan toelaaien. Het is contactlijm, dus vanaf dat contact hebben, plakt hij ook. Maar altijd belangrijk om nog eens druk te zetten, dat we zeker overal een goede hechting hebben. Voilà. Dit zit mooi overal in elkaar. Prachtig resultaat. We gaan eens trekken. Dus als je ziet, krijg ik hem niet meer los. En heb hier ook wat eigenlijk niet meer mogelijk is. Dus eens dat dit allemaal op zijn maat gesneden is, gaat het eigenlijk nooit meer loskrijgen en gaat het altijd blijven vasthangen.